Hallo allemaal, mijn naam is Jack Schiers van PT Power. Vandaag ga ik het hebben over core training. Wat is core training en waarom is het zo belangrijk? Nou, in eerste instantie denk je natuurlijk van core, wat is dat? Nou, de core bestaat uit je buikspieren, je rugspieren en je bilspieren. Die spieren samen vormen zeg maar je romp en een soort spiercorset. En die zorgen voor de stabilisatie van je wervelkolom. Een groot voordeel van de core is dat het houdingsverbeterend werkt. Een voorbeeld, je ziet tegenwoordig dat er heel veel mensen werken achter een bureau, zitten achter een computer, bolle rug, schouders naar voren en krijgen dan vaak last van hun rug. En een nadeel van het constant zo krom zitten is dat die schouders helemaal naar voren gaan en die houding is niet meer optimaal. Het voordeel van core training is dat je die schouders juist weer naar achter brengt, je houding verbetert en blessures kan voorkomen. Maar naast zeg maar de mensen die vaak achter het werk zou zitten, kan core ook veel voordelen hebben in de sport. Bijvoorbeeld tijdens het hardlopen. In het begin gaat het nog wel goed, maar op een gegeven moment, als je vermoeid raakt, dan ga je vaak ook wat krommer staan. Dat kan bij tennis zijn, dat kan bij voetbal zijn, overal kan het voorkomen. Als jij core training doet, stabiliteit training, dan zal je merken dat je in de sport ook beter gaat presteren. Een voorbeeld van een core oefening is een plank. Die zal ik zo meteen eventjes voorgaan. Hierbij het voorbeeld van de plank. Je plaatst je onderarmen in de vloer, recht onder je schouder. Tenen ook in de vloer. Voeten tegen elkaar aan. Benen billen aanspannen. Navel intrekken. Bekken kantelen. En zorg ervoor dat je hoofd recht is. Dus niet laat hangen. Niet omhoog. Het is ook belangrijk dat je niet een holle rug hebt of dat je zo in een piramide staat. Dus probeer echt één rechte lijn te zijn. En hou dit zo lang mogelijk vast.